Hallo, welkom bij de bijen. We zijn hier bij de Rabobank in Zwolle. We gaan vandaag ook hier de bijen eindelijk plaatsen. Dat was ook al in april gepland, dus dat was in Apeldoorn. Maar we konden helaas niet doorgaan. We weten ook al zo'n probleem. Maar nu mogen ze wel het gebouw in. Toen is het gebouw. We staan hier op het dak. Een mooie plek in Zwolle. En de bijen gaan hier lekker aan de slag. We gaan vandaag helemaal nog niks doen in de bijen. We gaan ze neerzetten. En dan gaan ze openzetten en dan gaan ze invliegen. Er zitten zo'n 40.000 bijen ongeveer in, laten we zo zeggen. Het zijn Carnica bijen. We zitten hier in een mooie geïsoleerde kast. Het is echt belangrijk dat het geïsoleerd is. En ze staan anders dan in Apeldoorn, staan ze hier op het zuiden. Dat is alleen normaal zo het zuidoost. We hebben iets meer naar het zuiden gezet. We hebben met de vliegrichting. Dat mensen hier gewoon normaal kunnen werken zonder dat ze in de vliegrichting van de bijen staan. Dus het zou goed moeten gaan. We gaan ze zo openzetten. Ik ga er verder niet in werken en ik haal zo even het gaas weg. Gebruik als reisraam, waardoor de kast ook gelijk weer lager wordt. En hier zit nog honing in deze kast. Dan gaan we er binnenkort ook uithalen. Want we gaan ze openzetten. Ik heb al de handschoenen in de kap. Dat is waarschijnlijk helemaal niet nodig. Ik ga bijen waarschijnlijk op me af. Laat staan dat ze eruit komen. Maar we gaan wel de bijen zo openzetten. Ik pak eventjes nog wat water erbij om ze een beetje nat te sproeien. Een beetje af te koelen van de reis, want ze kunnen niet echt naar buiten toe met de regen. Dat zullen ze wel doen. Maar dan gaan we ze eventjes nog helpen. Dus kijk mee, je ziet de filmpjes vaak op bijenhuren.nl en de vlogs en de blogs. En daar kun je de Rabobank bijen van Zwolle volgen. Kijk goed mee. Goed, een plakkracht zijn waarschijnlijk helemaal niet nodig om de plak aan te trekken. Maar dat ene bijtje wat dan net eventjes toch vervelend wil zijn, daarvoor heb ik nu een pak aan. Die moet nog in de auto zitten. En dat is altijd lekker om dat te doen. Maar ik al zei, deze kast is verder zinloos. Het is alleen voor het gaasje. En ik ga zo eventjes een beetje afkoelen. Het gaas heeft ervoor gezorgd dat ze wat afgekoeld zijn. Zo hebben ze de auto namelijk open gestaan. Het is gelukkig niet heel warm. De zomermaand is dan helemaal erg. Echt heel veel gaan rijden trouwens. Maar nu was het ook een perfecte temperatuur om te rijden met deze bijen. Nou, wat al zei, wel even deze weg. Dan zit er een gaasje. En dan is het snel om. Hiermee. De bijen. Zo. Er zitten een paar bijen op het gaas. Ik hoop dat ze de weg vinden. Dan schudden we voorzichtig af. Het is gewoon een horengaas. Het gebruikt dan als een reisraam. Een mooie simpele oplossing, een woningkamer ertussen. Zo hebben we ook een mooie dingen, dat de kast gewoon mooi vast blijven zitten tijdens het reizen. Nou, er zit een paar wel. Eentje gaat er tegen mijn kap, zoals je ziet. En daarom hebben we een kapje erop. En we gaan de kast openzetten. Dan gaan ze. Laten jullie ze echt erbij zien. De regen is eigenlijk net een beetje opgehouden, dus ze zullen flink gaan vliegen. Wat ze nu gaan doen is invliegen. Zo even mijn kap afhalen en naar binnen gaan. Ze gaan invliegen. En invliegen betekent dat ze gaan kijken waar ze zijn. De GPS'jes in orde maken. En je ziet het, ze zijn een beetje, komen een paar hier op me af. Een beetje vervelend. En dat heeft er puur mee te maken dat ze dicht zijn gezet gisteravond laat. Moeten reizen, is mee gesjouwd. Op een kar, uit de auto. En dan komen ze op een nieuwe plek te staan. En dat is het mooie met bijenhuren.nl. Het is niet hier voor 3 weken. Ze blijven hier ook gewoon staan. Dit is een nieuwe plek. Nou, wat ik zou nog even doen, ik ga even de kast nog vastjoren op het plateautje wat ik heb gezet. En dan kunnen jullie verder de filmpjes gaan volgen. Ik laat jullie nog even naar de bijen kijken. Terwijl ik de kast nog even ga vastzetten. Thank you.
dat had ik natuurlijk eerst even moeten doen, maar dat komt goed. Ze staan hier echt heel mooi stevig. Goed, dat was het. Kijk op www.bijenhuren.nl en volg de Rabobank bij je.